misschien een lift van jou? Ja, tuurlijk. Stap maar in. Ik ga naar Essen, maar heb je een trekhaak? Ja, heb ik. Dus ik rijd naar mijn hond, mijn gitaar en mijn caravan. Dus ik heb een auto met een caravan nodig voor de lift. Nou, dat kan. Dan haken we die even aan. Echt? Ja, tuurlijk. Gaaf. Nou al vaak gedaan? Aankoppelen? Ja. Nee, een keer of 8, 9. Nou, waar ga je naartoe? Ik ben onderweg naar Essen, naar het Roergebied. Dat is culturele hoofdstad 2010. Daar is morgen de opening van, de officiële opening van Roer 2010. Oké, en wat is je eindbestemming? Mijn eindbestemming is Istanbul in Turkije. Waarom ga je naar Istanbul? Istanbul is culturele hoofdstad 2010. Maar eigenlijk is het einddoel niet belangrijk. De belangrijkste reden is gewoon onderweg zijn en de ontmoetingen met de mensen. Ik ga tijdens mijn reis een nieuw album schrijven. Namelijk naar aanleiding van al die ervaringen en ontmoetingen. Schrijf ik nieuwe nummers en die presenteer ik in mei op de Wereldexpo in Shanghai. Je bent dus heel erg afhankelijk van andere mensen nu. Nogal, ja. Het gaat echt over vertrouwen en avontuur. En gewoon maar onderweg gaan en kijken wat er gebeurt. Maar als ik geen hulp krijg, dan kom ik letterlijk niet verder. En ja, weet je, ook met gasflessen, met eten, met drinken. Het is gewoon, ja, ik ben echt afhankelijk van anderen. Ik sta namelijk illegaal op het terrein van de opening van de Roer 2010. Ik sta hier in de sneeuw en ik ga gewoon hier mijn caravan vanavond neerzetten. Let's go get lost, let's go get lost. Zo, we zijn er, de caravan staat. En nu? Ja, nou staan we hier en nu is het afwachten of ik morgen uitgenodigd word voor de officiële opening. En dat zullen we zien.